Luchtverontreiniging treft ons allemaal. We veroorzaken het gezamenlijk en ondervinden er collectief schade van. Inmiddels voldoet de luchtkwaliteit bijna overal in Nederland aan de Europese normen. Maar dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De luchtkwaliteit vormt na roken en obesitas het grootste risico voor de gezondheid in Nederland. Elk jaar veroorzaakt vieze lucht bij tienduizenden Nederlanders gezondheidsklachten. Met soms de dood tot gevolg. Gemiddeld leven we in Nederland een jaar korter als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Daar moeten en kunnen we wat aan doen. De luchtverontreiniging ligt als een deken over ons heen. Deze hangt boven onze steden, maar ook boven landelijk gebied. Boven de stad ligt een extra dekentje dat veroorzaakt wordt door alle bronnen in de stad. Bovenop de gehele deken liggen pieken van luchtverontreiniging. Afkomstig van bijvoorbeeld veehouderijen, snelwegen of industrie. Deze pieken zijn in verhouding tot de verontreinigingsdeken die overal bestaat, relatief klein. Toch worden deze pieken ten onrechte vaak als een groter gezondheidsrisico beschouwd dan de gehele deken. Bij mensen die langs de ringweg in de stad wonen, bestaat bijvoorbeeld het beeld dat zij een vele malen hoger gezondheidsrisico lopen dan mensen die in een dorp wonen. Dat is niet zo. We moeten dus niet alleen de pieken bestrijden, maar alle bronnen aanpakken die bijdragen aan de vervuilingsdeken. Want wanneer de gehele deken dunner wordt, worden ook de pieken lager. En dat resulteert in schonere lucht voor iedereen. Veel van de maatregelen die nodig zijn, kunnen niet op gemeentelijk of provinciaal niveau genomen worden. Vanuit het Rijk en vanuit Europa zal er hard gestuurd moeten worden op bijvoorbeeld schonere stallen voor de agrarische sector. Ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen en het versnellen van de vervanging van oude voertuigen. Maar ook zelf kunnen we ons steentje bijdragen door bijvoorbeeld te kiezen voor een elektrische auto, vaker de fiets te pakken of ons huis beter te isoleren. Daardoor zorgen we er samen voor dat de verontreinigingsdeken dunner wordt en de pieken dalen, zodat in de toekomst de lucht schoner is.